Trump veroordeeld. Volgens zijn concurrent Hillary Clinton is Trump bevooroordeeld en zaait die verdeeldheid. Er wordt steeds meer bekend over de dames van het bloedbad in Californië vorige week. Schudders, een man en een vrouw waren al langer geradicaliseerd, zegt de FBI. Heel belangrijk om in die gebieden meer hand te kunnen regelen. Er wonen zo'n 10 miljoen mensen. En zoals u weet wordt op dit moment ook zwaar gebombardeerd in die gebieden. En wat wij weten is dat de mensen daar hulp nodig hebben. Voedsel, maar ook medische hulp, maar ook bijvoorbeeld gewonden die verzorgd moeten worden. Nou, dat was niet het fragment van de FBI. Dat was het fragment over het Rode Kruis. En ik hoop u snel daar iets anders over te kunnen vertellen. De FBI ontdekte ook dat de dames enkele dagen voor de aanslag nog op de schietbaan hadden geoefend. De dienst maakte verder bekend dat in het huis van de twee 19 stukken pijpleiding zijn gevonden die gebruikt kunnen worden voor bommen. Websites overbelast laten raken door die te bestoken met veel data is kinderspel. Steeds vaker worden deze DDoS-aanvallen uitgevoerd. Het kost soms maar een paar tientjes. Daarom is de drempel voor bijvoorbeeld qua jongens laag, zegt een internetbeveiligingsbedrijf. Omdat bedrijven tegenwoordig steeds vaker worden aangevallen, komt er een Europese wet. Bedrijven moeten een digitale aanval melden. Voor het eerst stonden ze weer op het podium sinds de aanslag in het Bataclan-theater. De Eagles of Death Metal. Ze kwamen op als verrassingsact tijdens een concert van YouTube in Parijs. Tot zover nieuws van de regionale omroep.
Open en de LS. Nou, het is Friesland van de Moon. Alvast inzamelingsbedrijf Omrind samelt mij het leger, dus hij ziet iets meer oude kleding. Maar het volgende zorgt nog net voor minder textiel in de crisiscontainer. Verder aan stek de column van Willem Skoonstra. Hoe kijkt dat mindere strijdminuut? Kom in de crisiscontainer, maar je kids naar Skielge of Vlieland. Want Ben reist je in de crisiscontainer bij Rederij Doeksen. Iemand wel vergees. Lekker kan je willen fietsen, misschien zelfs een reden. CV-ketel via energiewachtgroep. Alleen tijdens de wintermaanden ontvangt u €200 korting. Let op, de energiewachtgroep winterdeal is beperkt houdbaar. Kijk op energiewacht.nl. Het is kerstkoopjesbal bij Big Bazaar. Daar vind je alles, echt alles voor de kerst. Kerstballen, kerstkaarsen, kerstverlichting, kerstmannen, kerstslingers, kersthuisjes, kerststallen en kerstbomen. Natuurlijk, hele mooie. Zoals deze kunstkerstboom van 1,80 meter met voet voor maar €15. Dat is de kleinste prijs van Nederland. Big Bazaar. Grootste keus, kleinste prijs. €200 korting op een cv-ketel van Energiewachtgroep. Kijk op energiewacht.nl. Mens, wat ben je mooi als je je goed voelt. Graag bij helpen met ons spaarprogramma Samen Gezond. U bent welkom op mensis.nl. Oh, het riool is verstopt. Het riool verstopt? Op zoek naar een hotel? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveien.nl. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl. Een ontmoetingsplek voor het dorp of de buurt waar je lief en leed deelt. Waar je samen allerlei activiteiten onderneemt. Dat is overal van belang. Steeds meer mensen onderhouden of creëren zelf zulke plekken. Met elkaar. Deze vrijwilligers verdienen een appeltje van Oranje. Stem deze week op oranjefonds.nl/appeltjes. Opel heeft nu Opel OnStar. Een knop in de auto die altijd overal gaat. Gewoon bellen. Hallo, mijn man zit nu in de auto live voetbal te kijken. Fijn, hè, die 4G wifi. Ja, maar kan het ook uit? We zijn om 3:30 bij mijn moeder op visite. Nee, sorry, de wifi doet het altijd. Opel OnStar, uw persoonlijke assistent voor onderweg. Vanaf nu verkrijgbaar in elke nieuwe Opel. Sterk staaltje Opel. Ontdek ook alle andere functies op opel.nl. Welk initiatief verdient een appeltje van Oranje? Stem op oranjefonds.nl/appeltjes. Als je bij iedere stap die je zet dit voelt, dan zal de oplossing zo voelen. Heel pijn is het niet veel. Dus ik, van mij mag het nog korter worden, maar dat is een politieke beslissing. Maar we mogen nog niet makkelijk gebieden aanwijzen van helemaal.